Elia a initié début 2022 le groupe de travail visant à intégrer l'île Princesse Elisabeth dans l'environnement marin. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des résultats obtenus, tant au niveau du processus de collaboration avec les différents experts et acteurs impliqués, qu'au niveau de la solution qui a été co-construite avec le groupe. Donc on se trouve à un stade où le potentiel de l'île Princesse Elisabeth pour favoriser et renforcer la biodiversité marine est maintenant intégré directement au projet avec une solution en laquelle nous avons confiance tant au niveau de la valeur ajoutée pour la nature qu'au niveau de la faisabilité technique pour réaliser cette solution. Het is een uniek traject geweest omdat we met verschillende domeinexperten samen dit co-creatietraject doorlopen hebben. En het resulteert in een uniek ontwerp dat gedragen is door een brede groep aan experten en stakeholders. Dat niet alleen de impact zo laag mogelijk probeert te houden, maar ook streeft naar een positieve bijdrage aan de natuur. Ik ben ervan overtuigd dat dat een zeer nuttig proces geweest is, omdat net alle partijen van elkaar geleerd hebben. Ook de ecologen onderling, de vogelexperten en dan de benthische experten, die hebben allemaal van elkaar bijgeleerd. Ik vond dat een zeer mooi proces ook om te mogen meemaken. De belangrijkste elementen die nu opgenomen zijn in het natuurinclusief design zijn voor ons eigenlijk de schaaloppervlakte die voor ogen is genomen om schaapdierenbankherstel te doen, de richels voor de vogels en dan alles wat er voor oesterbroed zal worden uitgezet. Zodat je eigenlijk een versterking hebt van verschillende elementen die dan je ecosysteem ook helpen versterken. Structuren die zo groot zijn, en zeker offshore structuren die zo groot zijn, die horen eigenlijk ook echt natuurinclusief ingericht te worden. Daarom heeft het eigenlijk een signaalwaarde naar de buitenwereld toe. Het belang van dit project voor andere projecten is volgens mij niet te onderschatten. En ik denk nu met deze volgende stap en met het toevoegen van Nature Inclusive Design dat wij daar opnieuw kunnen aantonen dat wij een zeer innovatief land zijn, aangezien dat wij inderdaad merken dat er een zeer sterke trend is naar Nature Inclusive Design te gaan toevoegen aan uw windparken, aan uw offshore infrastructuur. Donc Elia est certainement d'une part très reconnaissant. Nous les remercions. Le travail n'est pas encore terminé. Ce groupe d'experts va pouvoir encore suivre l'effet des différentes mesures dans le temps. Et je pense qu'également la communauté d'experts qui est maintenant mobilisée et rassemblée autour du projet va encore même s'élargir probablement avec cet apprentissage qui va continuer. Ik kijk uiteraard uit naar de réalisatie van dit project. Un unique project dat zowel een positieve bijdrage levert aan ons, aan het klimaat als aan de marine biodiversiteit. En dit gaat ongetwijfeld België op de kaart zetten.